Goedemiddag allemaal bij deze webinar van Visma Circle over de wet open overheid. Vandaag hebben we als team vanuit Visma Circle een aantal collega's van mij. Dat is collega Edwin. Die gaat jullie straks wat vertellen over onze diensten voor de wet open overheid. Daarnaast mijn collega Tim met een korte demonstratie. Merel. In de coulissen om te zorgen dat als je vragen hebt, kun je rustig stellen in onze vraag en antwoord. Worden die zo goed mogelijk beantwoord? En anders komen we daar misschien aan het eind van deze webinar nog even op terug. Wouter is van de partij om de regie rond deze webinar allemaal goed te regelen. En daarnaast hebben we een speciale gast vandaag, Peter de Graaf, die ik vandaag ga interviewen. Ik zei het net al, je kunt dus ook rustig je vragen stellen in deze webinar. Merel proberen te beantwoorden en anders kom ik meteen op terug. Daarnaast hadden we ook nog even een Menti opgezet. Die verschijnt ook nu in beeld als het goed is. Er zit een QR-code op. Die QR-code kun je scannen. Kun je misschien nog even een paar vragen beantwoorden die erin worden gesteld. Geeft ons wat beter beeld bij het aantal toeschouwers wat we hebben. En waar ze vandaan komen, waar ook de vragen liggen. Kunnen we dan wellicht ook nog een beetje op inzoomen tijdens het interview, wat daar dan zo is ingegeven. Dat even kort als introductie voor deze webinar. En dan gaan we beginnen met een interview met Peter de Graaf. Kom erbij, Peter. Peter de Graaf ben ik onlangs tegengekomen bij een webinar van VNG. We kennen elkaar al wat langer in een wat minder grijs verleden. Maar leuk om in deze setting nog even weer wat ervaringen te delen met jullie. Het is misschien leuk, Peter, om even kort voor te stellen wat je rol is tegenwoordig en je ervaringen met het digitaliseren bij overheidsinstanties. Ja, dankjewel, Maurice. Ja, ik ben Peter de Graaf. Ik ben werkzaam als projectmanager, agile coach bij voornamelijk gemeentelijke organisaties. Wat ik daar doe is de organisaties, de gemeentes helpen bij de digitalisering. Dus hoe kun je ervoor zorgen dat je blijft voldoen ook aan de wetgeving en de, nou ja, waar er toch steeds meer op je afkomen vanuit zowel landelijk als Europees. Mm-hmm. Als je kijkt naar de digitalisering in ieder geval. De WO is daar één van, ja. Van de velen. Ja, leuk. Dus veel informatiseren, digitaliseren bij overheden. Ja, ja. Ik ben denk ik ongeveer 20 jaar actief in de overheidsland. Ooit binnengekomen vanuit zakenricht werken. Mijn hart en passie ligt vooral bij hoe kun je processen verbeteren en hoe kun je zorgen dat je de dienstverleningen richting je klanten, en dat zijn natuurlijk niet alleen de burgers, maar ook de bedrijven en maatschappelijke organisaties, zo goed mogelijk tot stand kunt brengen. Ja. En tegenwoordig actief bij gemeente Enschede? Ja, op dit moment bij de gemeente Enschede, waar ik participeer in een groot programma om de informatiehuishouding op orde te brengen en waar we ook te maken hebben met andere aspecten zoals de wet open overheid. Ja, 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 laat het nou toevallig ook het thema zijn voor vandaag. Ja, toevallig. Niet heel toevallig. Interessant. En wat wij tenminste vaak zien, hè? De wet op overheid is al een tijdje. Gemeenten zijn ermee bezig, provincies, waterschappen, onderwijs wellicht ook. De wet is natuurlijk ook een stukje verplichting wat erachter zit, maar soms heb je zo een extra motivatie bij een organisatie wat dan brengt dat je stappen gaat zetten. De wetgeving is één, maar soms zit er gewoon een acuut thema. We hebben wolven in Drenthe, we hebben AZC's, dergelijke. Heb je ook zo'n probleem te pakken gehad bij Enschede? Ja, als je even kijkt gewoon naar wat er landelijk te zien is. Er zijn natuurlijk de bekende verhalen over Hugo de Jonge en premier Rutte, zwartgelakte dossiers, toeslagenaffaires en dingen die steeds naar buiten komen waarin transparantie toch vaak niet op orde is. Ja. En om even transparant te zijn, dat is niet even iets wat je doet. Als je kijkt naar een voorbeeld uit de praktijk, hè, in Enschede liep een zaak over een vastgoedondernemer die een beroep deed op de wet op overheid, destijds nog WOP. Mm-hmm. En daar komt dan toch naar voren dat er ergens informatie niet op orde is en je dus stukken mist.
die misschien bij andere partijen wel weer liggen, bij de gemeente niet, of verdwenen zijn. Dat is, gaat er maar vanuit, niet bewust gedaan. Ja, ja. Maar schaadt heel snel het vertrouwen en het imago van de gemeente. Dat liep daarop tot de ombudsman landelijk en ook de gemeenteraad heeft regelmatig aan de bel getrokken. Ja, dat helpt niet natuurlijk. Nee, nee. En het toont al aan hoe belangrijk het is om, als je proactief, zeg maar, volgens de wet open overheid, je informatie naar buiten wil brengen, hoe belangrijk het is om het eerst op orde te hebben. Ik zeg altijd, kijk eerst even naar je eigen huishouden binnen. Je gooit niet zomaar de gordijnen op als binnen nog een rommeltje is. Ruim eerst op en zorg dan dat je de gordijnen opentrekt. Ja. Nou, mooie beeldspraak. Ja. Ja, en ja, volgens mij gaf je het ook aan in de presentatie bij VNG, dat toch zo'n 70% het niet op orde heeft. Nee, ja, als je het laatste onderzoek, zeg maar, de woonmonitor leest, dan is dat beeld iets verbeterd, maar nog steeds een heel groot gedeelte wat de informatiehuishouding niet op orde heeft. Met name ook als je kijkt naar bijvoorbeeld het vernietigen, wat dat denk ik bijna 85% is die het niet op orde heeft. Vernietigen is gewoon een hele belangrijk aspect. Ja, ik kom dat in het dagelijks werk, als ik langs de afdelingen ga bij de gemeente Enschede, ook tegen. En vaak zeggen ze, ja, dan moeten we een dossier opengeven en er liggen er ook allemaal stukken in die je eigenlijk helemaal niet wil publiceren. Die hadden al weg moeten zijn. Maar het ligt er wel, je moet ze allemaal anonimiseren. Dus het is qua informatieverstrekking kwetsbaar, maar is ook niet efficiënt. Ja, ja. En heb je nou dan een bepaalde aanpak kunnen hanteren om de situatie te verbeteren bij je? Ja, we hebben daar aldoende een specifieke aanpak voor ontwikkeld die nu goed werkt. Wij doen dat per afdeling. Okay. Dus er is wel centraal beleid opgesteld, voor in dit geval informatiebeheer. Mm-hmm. Maar we rollen dat per afdeling uit. Dus per afdeling meten we of een afdeling voldoet aan het informatiebeheerbeleid. En we maken een informatiebeheerplan. En daarin zit ook een verbeterplan waarin je duidelijk staat van welke punten ze moeten aanpakken om het op orde te krijgen. En nadat dat, zeg maar, gedaan is, we noemen dat de kraan dichtdraaien, dus dan lekt het niet meer. Dan komt er nog een opruimteam wat ervoor zorgt dat de achterstanden worden weggewerkt. Dus met name het vernietigen, maar ook een stuk bewaren. Dat is een hele operatie, want je gaat al die afdelingen langs. Daar hebben we ook besloten om het integraal te gaan doen. Dus we nemen ook de wet open overheid mee. We nemen ook de WMEBV mee en we nemen ook de AVG mee. Dus integraal bedoel je daarmee dus per afdeling, maar integraal naar alle wetten kijken om te zorgen dat je goed geëquipeerd... Ja. Omdat ook samenhang tussen die wetten zit. Ja. Zeker tussen natuurlijk de archiefwet en de wet open overheid. Ja. Daar zit een hele dikke lijn tussen. Ja. Maar ook met de AVG, daar heb je ook mee te maken, anonimiseren en dat soort zaken. En met de WMEBV, omdat daar je dienstverlening richting je klant zit. Oké, want dat heb je dan ook al gekoppeld aan de wet open overheid of bepaalde diensten die je levert. Ja. Ja, mooi, mooi. En als je dan kijkt, dan heb je het stapsgewijs aangepakt. Het lijkt ook een soort PDCA-cyclus. Ja, verbeter, slappen, plan, do, check, act. De start, ja. Dus we starten eigenlijk met een soort PDCA-cyclus. Dan is het ontzettend belangrijk dat je hem ook in stand houdt. Ja. En je kunt je voorstellen, als je, zeg maar, passief gaat publiceren, dan heb je nog grip op iets. Hè. Dan kun je, kijk maar naar zo'n WOP-verzoek, dan is het verzamelen van informatie, kost misschien heel veel tijd en inspanning, maar goed, het is allemaal te regelen. Ja, ja. Als je, zeg maar, proactief gaat publiceren, dan wordt het een heel ander verhaal. Maar dan gooi je echt de gordijnen open. Ja. Dan heb je geen tijd meer op te ruimen, dan kijken mensen gewoon naar binnen op het moment dat men dat vindt. Hè. Dus als iemand passeert, dan ziet iemand, dus iemand vraagt en dient een verzoek in, of je publiceert actief, dan moet je eigenlijk direct de informatie kunnen leveren. Ja, dat betekent dat je de boel hartstikke goed op orde moet hebben. Maar ook op orde moet houden. Ja. Als je geen kwaliteitssysteem hebt en je regelt dat niet in, ja, dan is het een beetje vergelijken met, daar kent iedereen wel diëten. Hè? Dus je gaat even minder eten, je gaat flink sporten en je valt af. En daarna verslonst dat weer een beetje. Ja, ik ken het allemaal misschien wel. Dus dat jojo-effect, dat zie je ook in organisaties. Eigenlijk hetzelfde jojo-effect. Ja. Nou, dat wil je met dit niet hebben. Je wil dus slank blijven. Je wil gewoon transparant blijven. Je wil zorgen dat je boel op orde hebt. Ja. Helder. Maar heb je dan misschien ook wel een mooi succesverhaal, voorbeeld waarin je dan echt ziet dat er progressie is geboekt bij afdelingen die een slag gemaakt hebben naar meer transparant werken, kun je misschien wel noemen? Nou ja, dus de eerste stap is de informatiehuishouding op orde brengen. En dat verschilt per afdeling. Ja. Dus in dit geval de afdeling van het voorbeeld dat ik net noemde, dat is een van de eerste afdelingen die we ook hebben geholpen met het op orde krijgen van hun
hun spullen. En die wilden ook natuurlijk heel graag. Hè? Dus door ervaring leert men. En dat succesverhaal van die afdeling, dat rollen we uit in de volgende. Dus dat is ook de reden waarom wij gekozen hebben in eerste instantie voor een agile aanpak. Omdat het in de breedte best wel complex is. We proberen het dan klein te maken tot op één afdeling, want dat is te overzien. Ja. En daarvan leren we. Dus eigenlijk als we een stap verder zetten, krijgen we eigenlijk steeds een betere flow in onze productieband, zoals we dat inmiddels noemen. Hè. Dus we kunnen het agile verhaal niet loslaten, want het loopt eigenlijk. Kom je eigenlijk een beetje in de PDCA terecht. Dat zorgt er gewoon voor dat je steeds vlotter door die organisatie heen kunt, met steeds hogere kwaliteit. Mooi zelflerend systeem opgezet. Mooi, inderdaad. Ja, gaaf. En als dat zelflerend systeem zich mooi doorontwikkelt de komende jaren, en je hebt natuurlijk al die informatiecategorieën, want daar lijkt het systeem ook mooi in te passen, dat je gedoseerd de organisatie opleint. Ja. Hoe ziet dan de toekomst eruit voor en de visie er dan uit? Ja, de kunst is denk ik om ervoor te zorgen dat je, kijk wat ik net in het begin zei, dat je steeds meer wetgeving op je afkomt. En dat gaat in een steeds hoger tempo leiden. Hè. Je krijgt ook nog die hele golf met AI en al dat soort dingen. De ontwikkelingen in technologie staan niet stil. Als gemeente moet je daarin mee. Als je een beetje een wat grotere gemeente hebt, bijvoorbeeld als Enschede, maar ik ben ook in Almere geweest, dat is een beetje dezelfde grootte, praat je over 300 tot 350 applicaties. Ja. Die moet je allemaal mee zien te krijgen. Dus je hebt ook te maken met, weet ik hoeveel leveranciers, die allemaal een eigen roadmap hebben, die hun best doen om bij te blijven met de wetgeving, maar je voelt al een beetje hoe lastig het is om daar grip op te houden. Ja. Dus als je ertoe kunt komen om te standaardiseren in gemeenteland, zoveel mogelijk, dus dan kun je dat in feite, dan kun je daarin ontzorgd worden. Hè, dan zorgt in feite, zeker de applicaties die bij veel gemeenten worden gebruikt, die blijven dan automatisch bij met die wetgeving. Ja. Die zorgen ervoor dat die tijden worden geïmplementeerd. Zodra je dat niet doet en je maakt overal maatwerk, dan kom je eigenlijk in drijfstand terecht, waar je niet meer uitkomt. Ja. Ik denk dat met name zo'n ontwikkeling als Common Ground, die kan daar enorm bij helpen. Ik voelde hem al aankomen. Ja, complexe applicatielandschappen, Common Ground. Hoe kun je standaardiseren? Hoe kun je zorgen dat je dingen generiek maakt? Dat is niet met alles mogelijk natuurlijk, maar je kunt wel een belangrijk deel van de problematiek weghalen. En met name door samen te werken tussen de gemeentes en de leveranciers. Ja. En met elkaar te kijken naar een win-win situatie. Ja, dus echt die co-creatie. Exact. Ik zie het ook in de markt steeds meer gebeuren. Soms schuurt dat nogal wat, markt en overheid. Dat is, we leren steeds beter elkaar te vinden en die co-creatie. Ook dat is een proces, hè. Dus ook daar vliegt het agile aan. Dus zorg ervoor dat je zeker bij complexe processen, dat je gewoon ergens een stap zet. Hoeft niet groot te zijn, maar al lerende kun je dat uitbreiden en kun je met z'n allen een hele krachtige ontwikkeling tot stand brengen. Ja, precies. 1-1 is 3. Hè. Ja. Goed. Klinkt goed, Peter. En ik hoorde ook veel van binnenuit werken met die organisatie aan de slag. Daar moet wel veel aandacht naartoe. Dat is misschien ook wel een leuk bruggetje naar mijn collega Edwin Boers, die jullie wat kan vertellen ook over onze diensten op dit vlak. Dus graag geef ik het woord aan Edwin, zodat hij jullie daar wat over kan gaan vertellen. Dankjewel Maurice. Mijn naam is Edwin Boers en ik ga je zoals gezegd meenemen in het dienstenaanbod wat wij klaar hebben staan voor Juma Open Info, in het kader van de wet Open Overheid. We hebben vanuit Circle een aantal kernwaarden gedefinieerd. En een van die kernwaarden is onder andere dat de implementatie het verschil kan maken of je project succesvol gaat zijn of niet. Naast technisch realiseren en implementeren is het vooral ook de manier waarop je de applicatie of de oplossing gaat laten landen in de organisatie van onwijs belang. Laten we eens gaan kijken hoe dat voor Open Info eruit ziet. We hebben daarvoor een volgend framework eigenlijk neergezet, wat duidt welke stappen de implementatie bij ons kan doorlopen. Je ziet hier bovenin staan dat we aftrappen met een zogenaamde WO heatmap. Dan spreken we van een WO challenge. Dan werk je naar een go live toe en dan richt je op eventuele vervolgstappen. En hieronder langs zie je ook de daadwerkelijke levering van de toepassing, Juma Open Info of misschien wel een andere, dat kan natuurlijk, mag natuurlijk ook, en de eventuele instructie die daarop volgt. En je ziet dat hier twee mooi samenkomen. En dit is ook precies wat ik bedoel, dat naast de levering en de techniek en de inrichting juist ook een stuk implementatie hiervan belang is. Laat ik aftrappen met de heatmap. Wat behelst dat en wat mag je daarvan van ons verwachten? De heatmap is eigenlijk een soort van thermometer.
Een thermometer die je op je organisatie loslaat en toetst of je organisatie klaar is voor en genoeg weet van, in dit geval deze wet, de wet open overheid. Nou, en die heatmap die gaat aan de hand van eigenlijk vragen aan diverse eindgebruikers, de hele organisatie langs, om te constateren waar het wel goed zit of waar nog absoluut ruimte is voor verbetering, om het maar positief uit te drukken. En als je die heatmap hebt uitgevoerd, dan krijg je daar een beeld wat er ongeveer zo uitziet. Je ziet dus eigenlijk in één overzicht hoe je organisatie ervoor staat en of je klaar bent om op die plekken open info of deze wet op die manier in te voeren. Nou, ik weet niet of het helemaal leesbaar is, maar bijvoorbeeld een van de vragen die je hierin ziet staan is wist je dat met de invoering van de WO informatie nu actief openbaar gemaakt moet worden? Dus niet alleen maar passief, maar ook actief openbaar maken. Daar zie je dus bijvoorbeeld dit voorbeeld dat 57% van de responses heeft aangegeven dat zich eigenlijk niet te beseffen dat er ook sprake is van actief openbaar maken. En dat geeft bijvoorbeeld heel erg aan dat je, en daar kun je natuurlijk op doorklikken, kunt gaan zien waar in de organisatie moet ik echt nog iets doen aan reclame of aan uitingen wat de WO precies voor die afdeling gaat betekenen. En wordt hier een reeks met opvallende uitspraken. Meer dan 17 keer is gezegd dat mensen de veronderstelling zijn dat het niet veel anders is dan de WOP die we tot nu toe altijd hadden. Dus dit zijn echt duidelijke aanknopingspunten die je kunt toepassen voor en die kunt meenemen bij je implementatie van het verdere geheel. Nou, dit was het begin. Dit is die WO heatmap. En hierna volgde een WO challenge. De WO challenge is eigenlijk een workshop van een dagdeel die in het teken staat om vooral awareness bij medewerkers te creëren waar de WO impact gaat hebben. Nou, wat moet je dan voorstellen? Wie heb je dan allemaal bij zo'n sessie aanwezig? Dat zijn natuurlijk de mensen die het project voeren voor de invoering van de WO of de WO-coördinatoren. Maar ook afhankelijk van hoe je dat binnen je organisatie hebt georganiseerd, ga je eigenlijk een vrij grote groep uitnodigen. We zien best wel wat verschillen. We zien organisaties die per afdeling mensen hebben aangewezen die zorg moeten dragen voor de WO-verzoeken, maar ook het actief openbaar maken moeten gaan borgen. En we zien organisaties waarin dat toch meer centraal plaatsvindt. Maar in elk geval, die sleutelpersonen nodig je uit voor deze sessie. En in deze sessie komen eigenlijk de volgende onderwerpen zo'n beetje voorbij. We beginnen natuurlijk met het toelichten van de resultaten van de heatmap die je hiervoor hebt uitgevoerd. Dan ga je die hele groep eigenlijk meenemen in waar de organisatie voor staat en toetsen of dat ook een beetje herkenbaar is. En om de klokken gelijk te zetten, want het is vaak een beetje een containerbegrip, en dus ook net de vraag wat versta je onder die WO en wat niet. We doen eigenlijk een crash course theorie, zodat we de klokken gelijk hebben staan, zodat iedereen weet waar we het over hebben. En dan begint eigenlijk het meest interessante stuk. Dat is het stuk waar echt awareness gaat ontstaan. We beginnen met het ouderwetse eigenlijke verzoek. Het verzoek ten aanzien van WO wat kan binnenkomen en dat simuleren we. Dat simuleren we letterlijk in de ruimte door op diverse tafels, diverse werkplekken eigenlijk te creëren en na te spelen en mensen in een bepaalde rol te zetten om te zien wat er gebeurt en of zou moeten gebeuren om een WO-verzoek correct af te handelen. En datzelfde doen we ook nog een keer als het gaat om de actieve openbaarmaking. Wanneer doe je dat? Op welk moment binnen het proces? Over welke documenten gaat dat dan? En wie is aan zet en wie moet waarop wachten? En wat heeft dat voor een gevolg en impact? Wordt haarfijn duidelijk. De reacties zijn unaniem, lovend. En dat mensen nog nooit eerder hadden gedacht dat dit zo'n impact zou maken op hun dagelijks werk. Vervolgens gaan we ook kijken naar een stukje ambitie, ambitieniveaus. Er zit een ambitieladder verweven eigenlijk in de workshop van waar je als organisatie eigenlijk naartoe wilt streven. Vaak is dat al dan niet al vastgesteld door het college en kijken wat er nodig is om bij die ambitie te komen. Ook weer geplot op de resultaten van de heatmap om te kijken waar op welke afdelingen dat al realistisch kan zijn of niet. En uiteraard zetten we dat ook af tegen wat je op dat moment al verplicht bent om te doen of niet. En we sluiten af door ook te kijken van hoe het met de aanzien van de WO is geregeld binnen Juma zelf. Dat is eigenlijk hoe die sessie er in zijn totaliteit uitziet. We hebben ook wat foto's meegenomen van eerdere sessies die hebben plaatsgevonden. En hier zie je bijvoorbeeld dat voorbeeld dat we zo'n simulatie doen met mensen in diverse rollen om te zien
hoe het wovenzoek of de actieve openbaarmaking door een organisatie gaat lopen. En de groep mensen dus die zich hier dat tot zich neemt. Nou, dat is eigenlijk in een notendop wat we kunnen doen aan diensten voor de implementatie van de WO te kunnen voeren. En zoals je in de eerste slide zag staan, leidt dat natuurlijk ook, dat als je eenmaal begint, naar vervolgstappen. En dat is afhankelijk van de ambitie die je hebt vastgesteld en waar je naartoe wilt gaan werken. Maar die vervolgstappen definiëren we vervolgens samen wat je na de eerste implementatie gaat doen om dat op te volgen. Denk aan bijvoorbeeld de eerste steekproeven vormgeven en kwaliteitscontroles of het goed loopt. Maar ook wat je kunt gaan doen om je ambitieniveau weer een niveautje hoger te tillen. Tot zover. Mocht je hier meer over willen weten, dan neem je uiteraard contact met ons op. Maar ik kan nu het woord geven aan Tim. Dankjewel, Edwin. Ja, wat is de WO? Wat komt er allemaal bij de WO kijken? En daarnet heeft Edwin jullie ook veel verteld over de dienstverlening die we aanbieden rondom de WO. Maar als Visma Circle zijn we al veel verder dan dat. Inmiddels hebben we al meer dan 20 klanten, waarvan de meeste gemeenten, die er al flink op los publiceren met Joomla Open Info. Zowel passief als actief. Open Info is ook ontwikkeld vanuit het gedachtegoed van Common Ground. Het maakt voor ons dus niet uit welk systeem, zaaksysteem, documentsysteem, een losse schijf, andere SharePoint of Office systemen jullie gebruiken. Wij koppelen deze gewoon op basis van de ZGW API. Ik neem jullie graag even mee naar de zoekpagina. Daar waar gepubliceerde informatie vindbaar is. Jullie zien dit al op mijn scherm. Inwoners, journalisten en andere betrokkenen kunnen hier gepubliceerde informatie vinden. Deze zoekpagina kunnen wij opnemen in jullie bestaande websites. En we kunnen hem ook op maat maken met jullie huisstijl, waardoor die altijd herkenbaar zal zijn voor jullie betrokkenen. We beginnen even bij het zoekscherm. Wat meteen opvalt is dat dit eigenlijk in het thema van Google is. Een grote zoekbalk waarin je direct de informatie kan typen, de zoekwoorden kan gebruiken waar je naar op zoek bent. In dit voorbeeld gaan we, omdat het ook gemeente Almere even betreft, zoeken op de Floriade. Wanneer we een zoekopdracht geven, zien we een aantal hits naar boven komen. Wat meteen opvalt zijn dikgedrukte woorden rondom de zoekterm die je zelf hebt gebruikt. De zoekpagina werkt op basis van relevantie. Eigenlijk ook weer net zoals Google werkt. De meest relevante documenten, WhatsApp-berichten, andere vormen van informatie komen op die manier zo naar boven. Wij maken ook gebruik van full text search. Dus dat betekent ook dat de volledige inhoud van documenten, dat daarop gezocht wordt en dat die daar rekening mee houdt in de relevantie. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om te selecteren op jaren. En hebben we extra tips voor de hulp bij het zoeken. Hier een aantal voorbeelden. Stel je wil zoeken op Floriade, maar specifiek ook hoe dit in WhatsApp berichten naar voren komt, kun je zoeken op Floriade plus WhatsApp. Om te laten zien hoe dit werkt, doen wij dit direct meteen even. We hebben Floriade plus WhatsApp. En we zien direct dat er 5 resultaten gevonden worden. Allemaal WhatsApp chats waarin ook Floriade terug is gevonden. Nou kan het zo zijn dat één document samenhangt met een groter dossier. Daarvoor is de link dossier hier. Wanneer we daarop klikken, zien we aan welk dossier dit document of dit WhatsApp bericht is verbonden, maar ook alle overige documenten die in dit dossier horen. Hiermee kan eenvoudig op een document, maar ook op een heel dossier gezocht worden door betrokkenen. Dit was een korte indruk van onze zoekpagina en de mogelijkheden. Uiteraard kunnen wij veel meer met Joomla Open Info en hoort er ook een heel publicatieproces aan de voorkant bij. Daarover komen wij graag met jullie in contact. Als daar meer informatie over gewenst is, laat even je contactgegevens achter in de chat of benader ons even direct via de bekende gegevens. En dan hopen we jullie graag op korte termijn te spreken. Nu gaan we weer terug naar mijn collega Maurice. Bedankt Tim voor deze korte demonstratie en de tips die je daarbij meegaf. Hopelijk hebben de mensen daar wat aan. Misschien nog wel aardig, we hebben natuurlijk in het begin gevraagd om onze Menti in te vullen.
Daar hebben we ook wat resultaten op teruggekregen. Dus alvast bedankt daarvoor. En ook weer interessant om even met jullie te delen. Een aantal punten wat we daarin terugzagen komen is... waarom ben je nou bij deze webinar? Gelukkig is niemand gewoon gestuurd door zijn leidinggever, maar allemaal met eigen motivatie hier aanwezig geweest. Dus dat is sowieso wel top. Maar je ziet toch dat de helft al aan het worstelen is met de informatiehuishouding. Dus hopelijk heb je wat gehad aan de tips van Peter daarin. Wat je kan doen. En neem anders gerust contact met hem op. We zien ook een aantal die nog bezig zijn beelden te vormen voor de WO. Hoe dat aan te pakken. Misschien heb je wat tips gehad van Edwin en Tim daarin. Hoe je dat zou kunnen doen. Een kwad zegt van ik heb eigenlijk de informatie wel op orde, maar ik moet daarover gaan schakelen op publiceren en daar iets voor nodig. Zou kunnen kloppen met de statistieken van eerder inderdaad, dat het richting 50% gaat dat op orde is. Wat ook wel even interessant is dat er, we hebben gevraagd naar wat kop je nou aan de wet op overheid, wat komt er bij je op poppen? Daar komt van alles in voorbij, actief, passief, actief publiceren. Maar cultuurverandering is misschien nog wel even een interessante, Peter. Kun je daar misschien nog iets over toelichten wat men daarover kan... Als je zeg maar vanuit wat je mee ook maakt met zeg maar, de archiefwet en de manier waarop dat gaat van reactief. Vroeger gooiden ze aan het eind het papieren dossier over de schutting en dan was het de DIF-afdelingen maar zorgen dat het verder zit, de archiefafdeling. Dat is ook naar proactief gegaan, hè? Dus vergt echt wel andere competenties van mensen. Dus dat doet een beroep op vooruitdenken en ook zorgen dat je het goed op orde hebt. Vandaar dat standaardisatie ook erg belangrijk is, dat helpt ook. Maar dat raakt wel de cultuur in je organisatie. Hè? Dus je moet ook wat ontzettend belangrijk is dat je mensen hierin meeneemt. Omdat het een iets andere werkhouding vergt. Het is ook kwetsbaarder, hè? Want je stelt de boel open. Ja, zeker. De kans dat je een fout maakt die is wat, en zichtbaar wordt, is wat groter natuurlijk. Ja. Dat vergt ook gewenning. Vandaar dat het ook belangrijk is, pak het gewoon stap voor stap aan en bouw een leereffect in en probeer vooral de successen daarin uit te nutten en daar mensen in mee te nemen. Ja. Ja, goede tips inderdaad. En nou, je had het ook over Almere, daar herken ik het ook bij. Dat ze in traineeships ook kunnen werken aan awareness voor de mensen. Dus goede punten. Informatiecategorieën, openheid, transparantie, vooruitgang. Vind ik ook nog wel een mooie, vooruitgang. Dus misschien wel een stukje maatschappelijke vooruitgang en meer transparantie. En zaakgericht werken. Ja. Dus dat waren een beetje de thema's die bij mensen kwamen borrelen hierover. interessant. Ik denk dat we hiermee ook de webinar kunnen gaan afronden. Ik wil graag de toeschouwers bedanken, ook voor de input die is geleverd en voor de deelname. Mocht je nog eens vragen hebben, kom gerust bij ons op de lijn. We zullen ook zorgen dat degenen die hierbij aanwezig zijn geweest een mailtje ontvangen of zich hebben aangemeld met de link naar de opnames, zodat je nog eens rustig kunt terugkijken. En dan zou ik zeggen tot ziens en tot de volgende webinar. Bye bye.